Lee. Binnendoor, Lee. Lee kan schieten, Lee schiet. Geblokt door Jellings. Kromkamp. Aanvallend als altijd. Landsaat in zijn rug. AZ speelt trouwens toch gedurfd met Opdam, de centrale verdediger, die doorschuift naar het middenveld. Maar dit is Beasley voor PSV. Van Bommel geeft aan dat hij de bal wil. Vogel, De Jong, kort. De Jong nog altijd. El Khattabi, Lindenberg, Sektoui. Lijkt me een vrije trap. Nee, voordeel. Goed gedaan van Temming. En AZ is weg met Landsaat. Lee goed ertussen. Beasley. Vennegoor. Wie sluit erbij of doet hij het zelf? Hij probeert het zelf te doen. Maar Jalins speelt de bal. Komt er niet uit. Beasley dan. Tussen de voorzet en de schot in. Landsaat. Lindenberg, 20e minuut. Snelle wedstrijd tot nu toe, hoog tempo. Goed voetbal van beide kanten. Kromkamp, El Khattabi en het schot van Ramzi. Vrij trap, Vogel, De Jong. Van Bommel. Lekker schot van Bommel, binnenkant paal, doelpunt. 1-0 PSV. PSV met een hele knappe actie van Van Bommel, die heel precies mikt. En juist mikt. En raak mikt vooral. El Khattabi. Van Bommel. Kromkamp en Timmer. Het loopt goed af en met een gelukje. Het zat even niet goed daarachterin bij AZ. Vogel troeft Ramzi af. PSV is fel, PSV is getergd. Verloor vorig jaar hier van AZ. Van Bommel! Kromkamp, Lindenberg. Half uur gespeeld nu. De wedstrijd gaat redelijk gelijk op. Licht voordeel misschien voor PSV. Huizegems nu met Hooyer. Huizegems schiet zelf. Ramzi was een betere optie geweest. Van Bommel zelf of een tikkie breed op Alex, de krachtpasser. Dat laatste dus. Alex. En Timmer. Maar het schot van richting was veranderd door Kromkamp. Tweede corner Beasley. En bijna raak gekopt door Vennegoor op de lat. En dan uiteindelijk de redding van Timmer. Goed voor zijn man gekomen en een knalharde kopbal van Jan Vennegoor. Die zeer scherp is bij het begin van de competitie. Afgetraind en maakte gretig indruk. Vogel. Vogelund. Park. En het schot van Vennegoor na het overstapje van Park. Ramzi. Blok Vogel. Van Bommel. Alleen Vennegoor is voor. Dan komt ook Park helpen, maar Van Bommel gaat zelf. Maar raakt die bal niet lekker. Jalins, Hens, gezien door Temming. Jalins beweert dat hij aan zijn shirt werd getrokken. Van Bommel, tikje op De Jong. Schot De Jong in de muur. Park. Van Bommel. Mooie hakbal van Jan Vennegoor en een prima reactie van Henk Timmer.
Vennegoor is absoluut in vorm bij het begin van de competitie en durft dit soort hoogstandjes uit te halen. Beasley wordt bij PSV vervangen door Leandro, die ook lange tijd uit beeld was. Vrije trap van Bommel. Van Bommel weer. Kaats met Vennegoor. Bogelund. Leandro. Bogelund. Ruimte voor de Deen. Bogelund. Bal afleggen. Heel goed gedaan. Schot van Bommel. Net naast. Leandro. Van Bommel. Leandro. Het zorgenkind van Guus Hiddink. Leandro. Vogel. Vogel opnieuw. Leandro. Van Bommel. Jalins corner. Voorsprong van PSV nog altijd klein, marge maar één. En gezien de kansen had meer erin gezeten en daar is meer. Vennegoor of Hesseling? Of is het Ooyer? Het is Ooyer die PSV naar 2-0 kopt. Landsaat krijgt een knal van de Jong. AZ kan door met Huizegems. Maar PSV zit er ongelooflijk veld bovenop. En AZ komt niet aan voetballen toe. En dat is juist de kracht van deze ploeg. Voetballen. Meerding misschien. Daar komt Landsaat. Kromkamp. Lindenberg. Meerding, Huizegems, maar weer geen vervolg. Echte kansen krijgt AZ niet. Lee. Leandro. Lee. Goed teruggelegd die bal en een prachtige goal van de Jong. Perfecte aanval van PSV en de reactie van Hiddink is dan ook begrijpelijk. Schitterend uitgevoetbald uit het boekje. En knap ingeschoten ook, John de Jong. Leandro. Daar staat Park helemaal vrij. En dan is het 4-0. En is Timmer woest op zijn verdediging die nog erger is dan een Alkmaarse gatenkaas. PSV profiteert gretig van de gaten die AZ achterin laat vallen. Vrij afgemaakt door Park, 4-0. Jalins overtreding tegen Vennegoor. Applaus voor Jan Vennegoor, of Hesselink is terecht. Goed gespeeld. Sibon is de vervanger. Vrije trap, Alex. Sibon bijna. Pires. Ruim 5 minuten nog. Ramzi, schiet er dan maar eens. Ja, en dan zit hij erin. 4-1. Leuk voor Ramzi. Maar meer ook niet. Zoetebier verkijkt zich op het schot van Ramzi. De bal wordt nog van richting veranderd ook. Dus eigenlijk kan Zoetebier er niks aan doen. Maar het is 4-1. Sibon. Corner. Van Bommel. Alex en de Jong. 5-1.
PSV doet vanavond wat het wil met AZ. Als Alkmaar Zaanstreek al een keer scoort, dan doet PSV onmiddellijk iets terug. En dit is al de 10e goal in de 2e wedstrijd van dit seizoen.